De consequenties van het niet behandelen van een kind met KIS zouden ook op latere leeftijd nog merkbaar zijn. Dat worden later kinderen met andere problemen, evenwichtsproblemen, concentratie, motoriekproblemen, noem maar op. En dan zie je dat die kinderen, en dan praat ik ook al over schoolkinderen, met een bepaald beeld zich weer presenteren. En dikwijls komt zo'n kind die zegt niet tegen zijn moeder, mijn tweede nekwervel staat scheef. Nee, die is of moe, of heeft een hele slechte zithouding, of heeft hoofdpijnklachten. Niet, dan schaadt het niet, toch? Nou, dat is de gedachte en ook dat weten we niet. Wat we weten uit onderzoek is dat er bij manuele therapie van de wervelkolom bij kinderen wel degelijk wat gebeurt. Wat er gezien wordt is dat er verandering in ademhaling en hartslag optreden. Dat is in de ogen van de meeste manuele therapeuten zijn dat onschuldige veranderingen. Dat kan in hun ogen zo zijn, maar het zijn wel veranderingen in bloedsomloop, hartslag en ademhaling. En als die veranderingen groot zijn, dan kan dat wel degelijk gevaarlijk zijn. Wat voor gevaar kan er dan optreden? Nou, er is één keer een sterfgeval beschreven van een kind wat een hele intensieve wervelmanipulatiebehandeling heeft gehad. Dat is niet vergelijkbaar met wat er in Nederland gebeurt. En dat kind is dus overleden, dat is vreselijk. Dat kind begon met de klachten te hebben die ook vaak tijdens gewone manueel therapeutische behandeling worden gezien. Zijn hartslag veranderde, zijn ademhaling veranderde en hij werd rood en zweterig. Dus dat geeft aan, mogelijk, dat die manipulaties van de wervelkolom toch wel degelijk gevaarlijk zouden kunnen zijn. Het is een handeling die heeft plaatsgevonden door een Duitse kinderfysiotherapeut en die met geweld aan de nek heeft staan draaien van een spastisch kind. En dat wordt nu de manueel therapeut en de manuele geneeskunde in de schoenen geschoven. En ik vind dat een onsportieve manier van een situatie benaderen. En tegen dit negativisme moeten we nu opboksen. Over één ding zijn de kinderartsen en manueel therapeuten het eens. Er is meer onderzoek nodig naar het bestaan van het KIS-syndroom. Stap 1 zal moeten zijn dat de manueel therapeuten met elkaar goede criteria ontwikkelen van wat zijn nou kinderen die we wel en niet willen behandelen. Als je dan zo'n groep kinderen hebt die je wilt behandelen, dan zou je die kinderen willekeurig moeten toewijzen aan echte manueel therapeutische behandeling of nepbehandeling, placebobehandeling. Dus dubbelblind. Ja, en dan is het extreem belangrijk dat nog de ouders, nog de therapeut die het effect van de behandeling evalueert, weet of het kind nou wel of niet de echte behandeling heeft gekregen. Want alleen zo kun je onbevooroordeeld beoordelen hoe effectief de behandeling is. Er lopen nu ook onder druk van de medische wereld zijn wetenschappelijke onderzoeken gestart. Gelukkig. Die Nederlandse manueeltherapeuten die zijn nu een vrij groot onderzoek aan het opzetten, waaraan de meeste KIS-therapeuten in Nederland aan meewerken. En totdat zo'n onderzoek gedaan is, zal ik geen kinderen verwijzen voor manueeltherapeutische behandeling. Een wetenschappelijk bewijs hebben we niet, maar het klinisch bewijs, dat is overweldigend, maar dat telt niet. Dat klinisch bewijs telt niet. En klinisch, dat zijn de kinderen en de ouders. Praktijkervaring. En daarmee schaart de behandeling van het KIS-syndroom zich in het rijtje van andere paramedische behandelingen als homeopathie en acupunctuur. Of het bestaat is nog niet bewezen, maar duizenden mensen zeggen er baat bij te hebben.